Jongens, jullie hebben de afgelopen week kunnen zien hoe enthousiast ik ben over de PlayStation 4. Ik heb lekker kunnen livestreamen. Ik heb er flink wat tijd mee kunnen spenderen en leuke GameKings extra's erover gemaakt. Nou is het volgende aan de hand. Ik zou iemand zijn pre-order overnemen en die had blijkbaar een linkje of zo. En hij stuurde die gewoon. En ik had moeten weten dat ik via daar hem had moeten bestellen. Maar ik dacht, het is een pre-order, ik ga naar de winkel toe, ik haal hem op. Het is geregeld. Het is dus nu niet geregeld en ja... Ik ga maar even bellen dan, want ik moet vrijdag een PlayStation 4 hebben, anders ga ik het hele weekend door huilen. Dat zou niet leuk zijn. We beginnen met de desbetreffende winkel te bellen, om gewoon even het probleem voor te leggen. Het zou mooi zijn als we hem in één keer gunnen natuurlijk, dat is het allerbeste. Goedemiddag, u spreekt met Thijs de Bond van GameKings. Ik had een vraagje, ik had iemand zijn PlayStation 4 pre-order overgenomen. Ja, oké, wacht even. Ik ga even in de reserveerlijst kijken of ik die van hem binnengekregen heb, hoor, momentje. En welk pakket had hij gereserveerd? Gewoon een kale PlayStation 4, dus zonder spel of iets erbij. Ja, ik zal eens even kijken. Ik heb er daar inderdaad maar 2 van binnengekregen, van die. Ja. En die 2, dat zijn niet de naam die hij doorgeeft. Oké, nou is goed. Dan probeer ik hun even te bellen. Want ja, jullie hebben er natuurlijk ook niet één over toevallig op de boeren. Nee, ik heb er zelfs te weinig. Ja. Oké, nou is goed. Dank u wel. Ga ik even verder bellen. Oké, fijne dag. Hoi, hoi. Eens even kijken. Oh, het is 9 uur. De lijnen zijn geopend. Nou, eens even kijken. Een ogenblik geduld, alstublieft. Godverdomme, ik heb helemaal geen tijd om te wachten. Ik moet het nu weten, jongens. Een beetje karig. Geen muziekje of iets. Ik maak mijn eigen duintje wel, mijn wachtduintje. Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek. Ja. Jeetje. Het zit niet mee. Het zit niet mee, jongens. En voor de PlayStation 4. Ja. Jezus, geef dat ding gewoon aan me, ik wil het. Dat snap ik ook weer niet. Je geeft ergens €400 voor en ik kan het gewoon niet kopen, dat is toch belachelijk. Oké, mijn volgende plan van aanpak is, we gaan eens eventjes... want in Zeeland, daar wonen blijkbaar ook mensen, maar ik kan me niet inbeelden dat die massaal een PlayStation gaan halen. Dus laten we daar gewoon eens eventjes naartoe gaan bellen. Hebben jullie die morgen nog? Nee, we staan allemaal in bestelling al. Ja? Oké, nou... een beetje. Ja, oké, nou dat weet ik voor nu eventjes genoeg, dank u wel. Wat zijn de opties nog? Ik zit echt te denken, jongens. Wat kan ik nog proberen? Even denken hoor, hè. What the fuck? Dat ding moet toch gewoon te koop zijn ergens? Jezus. Ik wil het. Nu. Terneuzen. Is dat dan zoiets dat je denkt van, nou ja... Goedemorgen, u spreekt met Thijs de Bond van GameKings. Ik had een vraagje wat betreft de PlayStation 4. Ja, sorry, ik heb er geen meer. Helemaal geen één? Nee. Het zijn wel aardige mensen in Zeeland, merk ik. Maar ze moeten nou nog eventjes over de brug komen met die PlayStation. Maar we hebben dus gehoord dat we even moeten bellen naar het hoofdkantoor. En dat hun mij dan gaan vertellen of er nog een PlayStation is. Tussentijd geef ik ook al gewoon weer €400 uit aan belminuten, maar dat maakt niet uit. Een ogenblik geduld, alstublieft. Jezus. Of u toevallig weet of er ergens in een filiaal nog een PlayStation 4 over is. Nee, dat is er niet. Nou oké, dan denk ik dat ik het op een andere manier moet gaan oplossen. Oké. Dus dan ga ik even verder zoeken. Dank u wel voor uw tijd.